Onze 3D geprint ontworpen tegenknoop versus een bestaande tegenknoop. Bij het eerste voorbeeld zijn de gaten erg klein om het knopentouw er doorheen te krijgen. Het tweede voorbeeld heeft een haakje waar het knopentouw doorheen moet, wat moeilijk te zien is. Ook het gat voor het haakje moet groot genoeg zijn, anders blijft de tegenknoop op het hout liggen. En zo kan je het touw niet stevig genoeg aantrekken. Bij onze 3D-geprinte knopen hebben deze twee ongemakken niet. De gaten zijn groot genoeg om eenvoudig het knopentouw er doorheen te doen en de tegenknoop is plat, waardoor deze goed aansluit op iedere ondergrond. Je gebruikt de tegenknopen bijvoorbeeld bij kapiteneren.